wat er gebeurde in de vorige aflevering. Kijk wat we hier hebben, jongens. Let's go. Ja, ja. Is een creeper ontploft bij vaten? Heeft iemand een creeper laten ontploffen tegen een meertje aan? Of kan hij dat niet goed herinneren? Maar hier is dus pas geleden iets gebeurd. Er ligt allemaal loot van iets ontploft. En ik denk dat ik niet in de buurt ben bij jullie. Ik ga ze ook iets geven. Ik ga ze iets geven. X-267. X-276. Hij heeft X gedropt. Oeh. Hey hallo, welkom terug allemaal bij weer een nieuwe Minecraft opgejaagd aflevering. Vandaag alweer aflevering nummer 3. We gaan verder. En ik heb in de meanwhile dat er geen nieuwe aflevering is gekomen, heb ik wel wat voorbereidend werk gedaan. Wat werk wat saai is, denk ik, om naar te kijken. Ik heb bijvoorbeeld mijn farm ietsjes uitgebreid. En ik heb een val voorbereid voor die gasten. Ik heb iets heel erg leuks voorbereid. Ik ga natuurlijk alles laten zien. De sugarcanes bijvoorbeeld, in de tijd dat ik die val heb voorbereid, zijn flink gegroeid. Dus dat heb ik kunnen uitbreiden. Dus laten we die nu ook gewoon gelijk even bijwerken, want Jesus man, het is weer gegroeid. In de meanwhile trouwens, voor het geval je de serie nog niet helemaal kent wat de bedoeling is, Max, Ido en Reno zijn naar mij op zoek. En zodra ze mij weten te killen, is deze serie ten einde. Nou, dat gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Vandaar dus ook dat ik buiten de opnames om iets leuk voor ze heb geregeld. Tenminste, voor ons leuk, voor hun niet. En ik denk dat we daar wel iemand mee gaan pakken. Oké, jongens, Roy heeft tegen ons verteld dat hij iets heel spannends heeft gedaan of zo. Voor de opnames al. En wij weten niet wat. Dus wat is ons plan? Wat is het mogelijk? Erachter komen wat het is. Ja, nee. Ik heb wel de coördinaten opgeslagen die hij ons heeft gestuurd in de vorige aflevering. Dus dat was volgens mij -276. Iets in die richting. Oeh, daar volgens was ik dus al. Ik ben dat. Nu op 276 min. Op de X? De X. Oké, ga dan over de Z gewoon een kant op lopen. Eerst de plus en ja. Dan naar de min. Ik en kijk gewoon naar de plus. Om je heen. Kijk naar beneden, want weet ik van waar, weet je. Misschien heeft hij zelfs een skybase gebouwd. Kijk omhoog. Is ook wel iets voor hem, voor mijn gevoel. Ik ga het je laten zien, jongens. Even kijken, wat heb ik verder nog? Ik heb dus nu de sugarcanes laten zien. Hier ben ik aardappels. Hier groeien aardappels, laat ik het zo zeggen. En ik weet niet echt wanneer die volgroeid zijn. Ik durf ze nu bijvoorbeeld nog niet weg te halen. Dus ik laat ze nog wel even staan. Maar misschien is dat hoe het eruit ziet als ze full grown zijn. Who knows? Hier hebben we een kistje neergezet met wat spul. Ja, voor de farm. Dit kennen jullie als het goed is. 4 diamonds, dat weten jullie ook. Dat is vorige episode is dat gefixt. 35 gold. Ik heb best wel veel gold gevonden. Ik moest namelijk heel erg veel minen. Om heel erg veel iron pickaxes te maken. Die zijn er ook allemaal doorheen gegaan. Ik heb 0 iron meer over. Ik heb alleen deze iron pickaxe die alweer bijna stuk is. En nog eentje, ja, die wel helemaal full is. Maar that's it. Ik heb geen iron meer. Dus dat is wel echt even een dingetje. Ik ben hier gaan strip minen. En heb helaas geen diamonds gevonden. Wel dus heel veel iron waarmee ik iron pickaxes heb kunnen maken. Goed, we gaan naar boven. En ga ik jullie eventjes laten zien wat ik heb geprepared. En in minimaal, jongens, je ziet dat ik open even mijn tapmenuutje. Dan zie je dat Ido, Hazelbouch en Max naar mij op zoek zijn. Die zitten in de server. Geen idee waarmee ze nu allemaal bezig zijn. Dat kunnen jullie wel zien, want de POV dit keer van Reno en van Max wordt opgenomen. Hier heb ik mijn chest even iets uitgebreid. En dat ga ik even laten zien. Kijk, hier al 10 sugarcane. Ga ik erbij gooien. Dit hebben we natuurlijk nodig om papier mee te maken. Vervolgens met het papier en ladder kunnen we boekjes maken. En met boekjes en hout kunnen we dan weer boekenkasten maken. Alleen het probleem is als volgt, jongens. We hebben 4 diamonds. En voor een enchantment table hebben we 2 diamonds nodig om een enchantment table te maken. Voor een enchantment table, om die überhaupt te kunnen maken, heb je obsidian nodig. En obsidian kan je dan weer alleen hakken met de diamond pickaxe. Dus als we dan even het rekensommetje maken. 3 diamonds voor de diamond pickaxe om de obsidian mee te hakken. Plus 2 diamonds voor de enchantment table maakt 5 diamonds in totaal. En we hebben er momenteel 4. Dus chill dat ik al zo goed bezig ben nu met die sugarcanes en zo. Alleen, dus straks kunnen wij prima ruimte maken voor het enchanten. Alleen, ik heb gewoon niet genoeg diamonds. Dat is wel echt eventjes helemaal ruk. Dus we moeten sowieso nog meer diamonds gaan vinden. Daar komt het op neer. Anders kan ik gewoon niet enchanten. Goed. Hoe jullie de laatste episode hebben gezien is natuurlijk dat ik via hier dan omhoog ging. En uiteindelijk dan hakte ik een dirtblokje weg en dan kon ik naar buiten. Ik heb dat iets veranderd. Ik ga het jullie laten zien. We gaan dus hier de route maken zo. Kijk, dan hebben we hier een trap. En dan hebben we hier een mystery gangetje eigenlijk. Wat die gasten sowieso niet gaan weten. There you go, dan komen we hieruit. En dit is dus waarvan ik zei van ja, ik kan het wel in de episode gaan doen. Maar dat is echt super saai om naar te kijken. Ik heb namelijk een 33 blokken soort van
prison gemaakt. Achtig iets. Prison is het eigenlijk niet. Dit is een soort van trap hole. Helemaal daarboven zie je die 9 deurblokjes. Het zijn er in totaal 10, want je hebt er daar ook nog eentje. Maar in ieder geval die 9 daar. Dat is een soort van trap hole. Hoe ik het heb bedacht is als volgt. Stel dat ik straks boven ben. Ik ga wel van naar boven met deze ladders hier. En heb hier nog water. Oh man, ik wil jullie zoveel vertellen dat het gewoon... Het is één grote waas even in mijn hoofd. Maar komt goed, oké? Ik ga zo meteen wat duidelijker worden, hoop ik. Met deze ladders kan je boven komen. Ik heb het expres daar wat breder gemaakt. Want ik ben al een paar keer tijdens de testen naar beneden geklapperd. En dan hou je nog anderhalf hartje over. Maar, als je vanaf hier naar beneden valt, dan ben je gewoon dead. Dit is, zoals gezegd, 32 of 33 bloks val je naar beneden. En dan val je dus te pletter. En dat is het idee hiervan. Het enige deurblokje die je weg kan hakken om safe te zijn, is dus van deze 9... in het rechtsbovenhoek. Als je vanaf hier kijkt. Kijk, als je deze weghakt, dan kom je boven. Dus het komt erop neer. Als je die weghakt, je valt naar beneden. Hak je die weg, die. Je valt te pletter. En alle loot die dan op de grond komt te liggen, die is voor Bassie, die is voor mij. Hak je dit weg... nee, daar ben je ook niet fine trouwens. Want dit gaat ook naar de bovengrond. Ik laat natuurlijk expres... laat ik het gewoon call. Zodat mocht hier iemand toevallig komen... En denken... Hey, free call. Dan flikkert hij ook te pletter in mijn trap hole. Dus eigenlijk is het een trap hole. Alright? Dit is gewoon een trap hole. Ja, ik ga je dat zo meteen nog even verder laten zien. Maar eerst wil ik je laten zien hoe kan je nou makkelijk naar beneden. Als ik dus mijn... als ik boven ben geweest... En ik kom weer binnen... Dan hak ik deze dus weg. Dan val ik hier op dit blokje. Dan maak ik hem weer dicht. Dan loop ik rustig aan deze kant op. En dan flikker ik gewoon zo plons naar beneden. Dan vervolgens kan ik hier naar boven. En dan ben ik beneden in de trap hole. Dus het plan is als volgt. Ik ga het jullie één keer demonstreren. Wat ik ga proberen voor elkaar te krijgen. Ik weet niet of dat deze episode gaat lukken. Maar dat het ooit gaat lukken. Daar ga ik heel erg mijn best voor doen natuurlijk. Want anders heb ik het letterlijk voor niks gebouwd. Ik check elke cave ook. Doe je dat ook, Reno? Ja. Nou ja, niet elke. Zo goed als... Ik check ze kijk er gewoon in cave. En zie je al snel genoeg. Als ik kool zie liggen of zo, dan denk ik al van nou, hier zal hij dan niet. Ja, maar misschien houdt hij dat expres, hè? We moeten misschien laat hij expres de dingen bij de ingang. Ja, en dat hij expres niet belicht of zo, zijn ingang van zijn cave. Of weet ik veel wat. Hij kan ook gewoon bovengrond zitten. Je moet ook echt de lucht in de gaten houden. Maar aangezien die diamonds en weet ik veel hot stuff en zo, gok ik nog steeds het ergste. Ja, ik denk sowieso wel dat hij gewoon goed voorbereid is op een battle. Alright, let op jongens. Dus. Ja, er zijn nu wel spinnen en andere rotzooi, maar I don't care. Ik ga wel gewoon eventjes. Dus, ik ben lekker buiten. Ik ben lekker mijn ding aan het doen. Ja, you know. Ik weet niet veel wat ik allemaal ga doen. Ik ben bijvoorbeeld bomen aan het hakken. Of ik ben beesten aan het slachten. Of ik ben er even bij de village aan het kijken. En op een gegeven moment krijg ik iemand achter mij aan. Nou, zoals je ziet, ik krijg heel veel achter me aan. Oh, maar deze. Creeper, als jij in ieder geval maar niet achter me aankomt. Vervolgens, dan hak ik dit weg. En dit weg. En dit weg. En dan die dicht. En dan hoop ik natuurlijk dat een Ido of een Max of een Redo denkt... Hey, ik ga snel achter hem aan. Ik weet waar hij naar binnen is gegaan. Dus die komt er dan aan. Vervolgens hak ik deze twee ook nog weg. Om het extra kutworst te maken. En dan hoop ik dat zij een van die deurblokjes openhakken. Wetende van ja, Droid die is daar. Zijn ondergronds dus jij is ingegaan, right? En op dat moment, en als ze dat doen, dan vallen ze... te pletter. En alle loot, die is voor mij. Daarom heb ik niet onderaan lava gedaan. Want ik dacht van ja, ik kan ze beter gewoon te pletter laten vallen. Dat ik er ook nog eens wat aan heb. Dat alle loot voor mij is. That's the best thing to do. Dus nou, dan weet je hoe het zit. Dit is de strategy. Dit is de plan. Voor als ze in de buurt zijn, dan heb ik iets leuks in petto. Om ze nogal te laten ragen. Dan ga ik dus zo weer naar binnen. Hoppakee. Pak even mijn deurblokjes weer op. En dit is dus de secret door. Die zit hier. Die zij dus ook niet weten. 4 blokjes dik. Heb ik expres lekker dik gedaan. Sluiten we weer. Ja... Of het natuurlijk gaat lukken, dat weet ik niet. Ik weet niet of het gaat lukken. Of hier ooit iemand in de trap hole gaat vallen. Misschien zijn ze verstandig. En als ze dan achter me aan jumpen, pakken ze of precies hetzelfde blokje. Nou trouwens, nee, als ze hetzelfde blokje pakken, worden ze alsnog gecounterd. Want ik hak die 2 extra deurblokjes ook weg. Maar ja, we gaan het zien. Ik denk dat er wel iemand in gaat trappen. Natuurlijk niet allemaal. Want zodra er één is gevallen, dan zal die gelijk het roepen naar de andere gasten. Maat, ik hoor ook van alles bewegen. Ja, het is ook echt zo'n coördinaat, boys. Wat zei je? Het is op min 2... 293. Wat? Die village. Ja, als jij... Ja, min 300. Maar is daar iets gebeurd al? Of is dat geloot? Geen of idee. Dat is zeg maar een beetje de question. Ik denk namelijk wel echt dat hij jouw kant had. Ik zeg maar echt... Ja. Ja? Hij is geloot? Ja, want de farm is gehakt. Oh ja, dan kom ik nu jouw kant op. Dat is wel heel ver, maar ik ga absoluut jouw kant op dan. Ga daar slapen, Mark. Ik heb een bed. Ik wou zeggen, er zijn vast bedden daar. Ga gewoon slapen. Maak daar je spawnpoint, dan zijn we in ieder geval dichterbij dan bij de spawn als we doodgaan, weet je? In ieder geval, wat voor nu het probleem is, ik ben zo goed als door al mijn voedsel heen. Ik heb nog 1 steekje, 3 cooked pork chop, 1 keer cooked chicken en 2 keer cooked mutton. Google stop.
thanks. And that's it. That's it. That's all. That's about it for all my food. Dus ik heb basically nothing. Die sugarcanes gaan we nu eventjes omzetten naar papier. Gewoon met shift. Dat is beter. En volgens mij hebben we hier trouwens al genoeg aan. Want als het goed is, als wij dan dus hier mijn ladder pakken. Kijk. Daarom wil ik dus vandaag ook op pad gaan om dieren te killen. Alleen ja, dat ga ik natuurlijk niet in de nacht doen. Dat schiet niet op. Als het goed is, als ik dan zo doe. En zo. Kijk. Books. 9 stuks. Alright. En van die 9 boeken kunnen wij dan op deze manier... Boom, 3 bookshelves. Dat is dus hoe het werkt. Hebben we uiteindelijk best wel wat voor nodig. Ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel voor een enchantment room. Maar dit is dus hoe het in ieder geval moet. 36 papier houden we nog over. Het gaat dus vooral om de ladder. Ladder hebben we nodig. Dat krijgen we van een koe. Van het slachten van een koe. Dus ik moet straks echt naar buiten voor voedsel. En dan kan ik het dus ook mooi combineren met gelijk ladder fixen. Daarnaast hebben we natuurlijk iron nodig. Want dat is op. Ik heb ook geen diamonds. Tenminste, ik heb er 4, maar ik heb meer diamonds nodig, zoals gezegd. Als ik een enchantment room wil maken. 2 voor de enchantment table, 3 voor een diamond pickaxe. Maakt in totaal 5 diamonds. En ik heb er 4. That's a struggle as well. Dus laten we hier nog eventjes minen. Tot dat gevoel dat ik denk van, nou, nu zal het wel weer dag zijn. En dan gaan we naar boven toe. Dat wordt dus gevaarlijk, want ja, misschien zijn die gasten wel in de buurt. Ik heb werkelijk wel geen idee waar die gasten zijn. Maar ja, we gaan het zien. Ik moet naar boven, want ik moet die ladder hebben. En ik... ben ik hier al geweest? Oh, ja, oké. Nou, we gaan alsnog door. Hiervoor wil ik niet dat gebruiken. Hiervoor wil ik gewoon cobblestone gebruiken. Mijn dirt is echt mijn, ja, hetgeen wat ik gebruik om boven de toko af te sluiten en dat soort shit, weet je wel. Kool ga ik niet pakken. Ik ben echt even op zoek naar iron en diamonds. Dat is wat ik nu moet gaan vinden. Op het moment dat Roy naar de nether gaat, stel hij moved naar de nether, wij moeten instant prepared zijn om ook naar de nether te gaan, want in de nether is de wereld 7 keer zo klein. A.k.a. Ja, dus dan vinden we ook 7 ja, keer stel hij zijn nether portal is geplaatst, dan gaan wij instant de nether portal plaatsen en dan zoeken we zijn portal, want die, ja, stel hij zit op 700 en wij zitten op 0, weet je. Dus zijn de nether portals basically naast elkaar. We horen hier lava. Dus het zou kunnen dat we hier een caveje in gaan lopen. Ja, kijk. Dit is wel wat je zoekt voor diamonds meestal. Let me tell you that. Dit zijn wel de hotspots. Nieuwe iron pickaxe. Ponk. Oeh, ik dacht heel even dat ik daar diamonds zag. Maar dat zijn geen diamonds, helaas. Nee. I gotta be fair, guys. Dit is niet wat we zoeken. Dit is echt totaal niet wat we zoeken. Niet eens iron ook gewoon, hè. Helemaal niks. Want het is wel echt een probleem als mijn iron pickaxe zometeen kapot is. Ah, yes. Yes. Oké. Thank you, Minecraft. Thank you, Minecraft. Dankjewel. Dit was echt even wat ik nodig had. Even pickaxe, een torch. Zo. Kijk eens. Dat is top. Hebben we in ieder geval weer een extra... Wat zijn er 5, hè? Ja, we hebben extra iron pickaxe. Dat is fijn. En we gaan hier natuurlijk even exploren. Want hopelijk heb je hier dan wel... Nope. No diamonds. Ja, lullig. Lullig. En wat doe je eraan, hè? Wat doe je eraan? Dan maar nog even hopen op meer iron. Intussen zal het denk ik bijna... dag zijn. Hey, dit is chill dirt. Anders moet ik naar boven gaan farmen. Maar ja, weet je wat het probleem is als ik naar boven ga farmen? Je kan het nooit echt achterlaten op een manier dat ze denken dat er niemand is geweest. Tenminste, ik ben daar heel slecht in. Om het op een bepaalde manier te coveren dat het niet opvalt dat ik daar dirt heb staan graven. Snap je wat ik bedoel? Dat is namelijk het ding. Dus je kan natuurlijk zeggen van, joh Roy, ga gewoon naar boven toe en ga daar lekker je dirt fixen. Wat doe je er moeilijk over? Alleen ja, precies wat ik dus zeg, dat is dus lastig. Omdat het heel erg... Wat de fuck deed ik nou? En wat heel erg opvalt wanneer iemand ergens dirt heeft aan scheppen of zand heeft aan scheppen, dat valt gewoon op. They will see that, they will notice. Dus vandaar dat ik het liever gewoon ondergronds lekker farm. Hey, lapis lazuli gaan we ook nodig hebben voor het enchanten. So that's not bad at all. Redstone is puur voor de XP chill. Ik ga toch geen redstone gebruiken, want ik ben daar heel erg slecht in. Ik zou willen dat ik het heel goed kon, want dan had ik al helemaal lijpe traps kunnen maken voor die gasten. Maar helaas, ik heb echt nul knowledge als het gaat om redstone. Ja, een paar basics, weet ik, maar... That's about it. Hey, dit is nice. Iron, dankjewel. Dat hebben we namelijk zwaar nodig. Helaas is het niet zoveel. But you know, I'm still happy with it. Oké, gaan we verder. Hier, er is hier een deur weg uit het huis. Echt weg, weg? Ja, gewoon weg. Er zit er helemaal geen deur in. Die village is verdacht. Stripmine overigens op level 12. Ik heb op Google voorbij zien komen dat je beter in Minecraft 1.17, wat wij spelen, dat je op level 9 moet...
moet strip minen voor diamonds. Of 8 zelfs. Maar I don't know. Level 12 voelt voor mij gewoon het meest vertrouwd. Omdat ik dat altijd heb gedaan. Sinds ik Minecraft speel. Als ik voor diamonds aan het minen ben. Dan doe ik dat altijd op level 12. Hé, hey, ik hoor je water. A.k.a. een cave. Is nog iets verder naar voren zo te horen. Dat is nu ergens rechts van mij. En voor mijn gevoel ga ik nu recht door het water heen. Oh, dat is ook een Enderman. Dan is het sowieso een cave waar ik nu in de buurt ben. Is het hoog? Altijd gevaarlijk, hè, om boven je te gaan minen. Zo frustrating als je het niet kan vinden. Nou ja, gaan we wel even verder rechtdoor. Misschien dat we het dan tegenkomen. Daar is die farm voor de helft weg. Althans voor een helft, voor het grootste deel. Dit hoort hij ook trouwens, hè, dan. Als hij hier wel in de buurt is. Oh, deze is inderdaad. Heb jij deze niet weggehaald? Nee. Heb jij die deuren daar open gedaan? Of? Ja, ik heb wel alle deuren open gedaan. Goed, niet echt de vangst waar ik op hoopte, jongens. Geen diamonds, weinig iron. Voor zo'n stripmindje als wat we nu hebben gedaan. Ja, dan is dit niet echt een score waar ik op hoopte. I just gotta be honest. Hey, dit is really nice. Dat wist ik serieus niet, dat daar nog 7 iron in zat. Oh, chill. Oké, okay. Gooien we die hierin. Deze erbij. Gaan we eventjes shit lozen. En dan gaan we op pad. Voor ladder. Koeien killen. Ja, ik ben benieuwd hoe het met die gasten gaat. Echt benieuwd wat zij nu allemaal aan het doen zijn. Tuf. Wat de hel is tuf, maat. Dit moet ik ook bij me houden. Hier is natuurlijk nog steeds mijn bed, hè. Achter deze mystery wall. Ik weet trouwens wel, ik heb daar wel voedsel. Ik heb daar voedsel. And I guess it's the time om het dat nu toch wel even te pakken. Oh boy. Wat? Ik zie een name tag hier, man. Dat meen je? Ja. Nee. Serieus. Nee, waar? Realistic. Waar? Oh mijn god. Waar ben je? Kom, Max. Hij is hier echt? There's no way dat ik mijn eigen bed niet meer kan vinden. Ik dacht dat ik een torch op de muur had geplaatst waar ik mijn bed had staan. Damn. Meen je niet? Did I fool myself? Ik ging deze cave in. Coördinaten. Ja, min 12 voor nog steeds. Oké, shift nou. Waar? Kijk hier. Oh mijn god, ja, daar heb je hem. Dat is Roy. Oké. Okay, shifter, blijf de shifter. Okay, wacht. Zullen we hem scaren? Gewoon dus zeggen, Roy, kijk eens boven je. Gaan we gewoon even scaren, oké? Okay? Kan jij dit nu typen, Reno? Of Roy bedoel ik? Nee, Ido. Yeah. Ido, sorry. Nee, shift in. Ido, typ eens. Kijk eens boven je, Roy. Oh my days. Hey, hallo. Ik zie niks, maat. Hier dan. Ja. Damn. Ik heb hem echt goed verstopt. Kijk. Ah, kijk eens even. Dat zoeken we toch wel een beetje. Maar ja, goed, we hebben dan nu wel een soort van al mijn hele voorraad hier geript. Maar ik moest wel. Ik heb gewoon zo weinig dat als ik straks op pad ga, het echt terribly wrong kan gaan. We moeten zijn ingang even. Ik wil puur zijn ingang vinden. Ik hoef er niet gelijk in, maar alleen even... Blijf je shift of niet? Nee. Ja, weet al dat we er zijn inmiddels. Ik denk dat... Waar was het? Dit is de ingang. Ja, dit is de ingang, Reno. Ja? Ja, waar ik ben. Ik zie hem hieronder. Hij staat hieronder. Kijk, wacht, Reno. Ik ga dit water weghalen. Want misschien heeft dat iets te maken met space. Hier, dit water haal ik weg. Want dat is de ingang. Dit water is zeg maar zijn ingang. Ja? Ja. Maar dat geeft ons een betere advantage. Dude, ziek. Ik zou er gewoon tegengekomen. Maar waar is zijn ingang nou niet? Hier, dit. Kijk. Maar wacht even tot het water weg is. Dit moet wel zijn ingang zijn. Zal ik mijn bootje naar beneden sturen? Ja, kan je doen. Doe maar. Kijken of je het tegen kan komen. Ik heb hier trouwens een soort van kistje gemaakt met belangrijke dingen. Hey, hier kan ik in één oogopslag zien hoeveel hout ik nog heb. Mijn shields, mijn buckets. En voor een boog, alle equipment die ik daarvoor nodig heb. Om arrows te maken en dat soort dingen. Dus dan weten jullie ook gelijk weer hoe dat zit. 7 iron, ja. Hou ik bij me, sowieso, om tools te maken. Het vlees hou ik even bij me. It's time to go up. Als ik Ippie moet geloven, is die daar ergens? We shall see. Alright. Ik hoop dat... Oh mijn god, hij is echt boven me. Wat de hel, wie is dat? Like a walnut. Oh mijn god, hoe hebben ze mij gevonden? Ja, kijk, dit cobblestone dichtgebouwd, ja. Oh ja. Oké, Reno, het moment is hier. Hakken we het weg? Hier moet er wel geshift zijn dan. Kijk, ja, hij gaat sowieso misschien ontsnappen via boven. Ja, dat denk ik ook. Oké, ik hak het gewoon weg, oké? Ja, is goed. Trouwen echt gereden. Dit is een trap. Oh mijn god, we hebben echt zijn beest gevonden. Maar... Ik vertrouw het echt voor geen meter, gast, dit. Ik vertrouw dit... Shit. Ik kijk achter. Kom maar, Reno, daar komen 3, 2. Ik heb zijn beest, ja. Zijn kisten. Ik ben er even stil van. How the hell did they find me? Ga ik ze chasen? Nee, want als zij mij killen, it's over. I should not forget. Als ze mij killen, it's all over. Ik ben geshift overigens, dat ze mijn naam nu niet kunnen zien. Hoe de f*** hebben ze mij gevonden? Plaats hier een sign. En dan gaan we weer weg. Dat moeten we doen, hè? Ja, hij is hier naar beneden, denk ik. Oké, dan gaan we gewoon... We zijn nu toch eens een base. Gewoon shift los.
Zet hier een sign. Oh, kijk, al die dingen in zijn kisten. Hmm. Zo. Wat doen we? Vind die lapis lazuli eigenlijk wel leuk. De redstone vind ik eigenlijk ook wel leuk. Flint, zijn arrows, die heb ik goed nodig. Doe ik er ook bij. Nee, mooie... We hebben allebei zijn shields mee, goed? Mooie spullen. Zet ik er gewoon bij. Zullen we als waarschuwing, zullen we dan weggaan nu? Ja. Zit er niet iets in hierin? Is er furniture? Maar het is dus vlak bij die village. Alle kool moeten we even meenemen. Ja, wat botten neem ik mee. Nee, oké. En wat kool? Wat kool? Ja, prima. Niet te veel. We moeten hem ook niet broken maken. Oké, let's go. Nou, dit is de waarschuwing voor hem. We houden dit als waarschuwing. We weten waar die is. En wij wachten op Ido. En als hij zich niet nader verklaart, is hij de lul. Ik ben even aan het denken wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik moet nog mijn letter... Oh, mijn god! Oh, mijn god, ze zijn binnen. They are in. Oh, my days. Via waar zijn ze gegaan? Helemaal via boven? Zijn ze boven op de berg gegaan? Ze zijn nu in mijn base. That's one thing I know for sure. Oh, mijn god. Ze gaan mijn diamonds sowieso pakken. Via waar zijn ze gegaan? Zijn ze via hier gegaan? Oh mijn god. Ik blijf geshift. Oh, hij is hier omhoog gebouwd. Oh mijn god, echt? Ja, hij is echt omhoog gebouwd. Ja, hij staat erboven. Dan gaan we er één ook, dan gaan we er nu één ook. Ja. Oké, Reno, pas op dat hij er niet aftikt. De kans dat hij de village in is gegaan. Hij gaat met een arrow op me schieten. Take aim, heb je hem geraakt, Reno? Ja. Waar is hij dan? Hij zit hier al. Oké, ik heb zijn spot gevonden waar hij in is gegraven. Ik heb zijn spot gevonden. Ja, wacht met... ik kom eraan. Oh, maar deze. Oh, maar deze. Oh! Ik shake helemaal. Mooie spullen. Oh, maar deze, they in. They are in. There's no way. Dan hebben ze sowieso mijn diamonds gepakt. Oh my days. It's time to go. Oh mijn god, ik tril helemaal. Holy damn. Oké, dit is de cave ingang, dat daar. Maar hij is via hier, heeft hij zichzelf ingegraven. Oké, Reno, ik zag dit blok hakte die. Wow! Het is echt een mega gat hier. Pas op. Maar hoe is hij hier naar beneden gegaan dan? I don't know. Wacht, oké, komt ie. Heeft iemand food voor mij? Ik heb echt food nodig. We gaan ze de ding openpakken voor hem. We hebben zijn spot gevonden. Dit is zijn cave. We hebben ze. Ik denk dat dit het projectje is wat hij heeft gedaan. Hoe gaat Roy er nou uitkomen? I don't know, met die trap. Wat nou als we via twee kanten gaan? Wat voor armor had hij? Gewoon ijzer, hè? IJzer, ja. Oké, één iemand via de trap, één iemand of twee via de ingang, zou ik zeggen. I guess ja, so, right? De ingang, like welke ingang? Waar wij net ook waren. Kut, die beest. Pas op dat je niet naar beneden wordt gelopen. Oh, ze komen allemaal voor mij. Kut, alle vier. Ik ga ook met de trap gaan. Ik ga wel met de trap. Ik kan jullie wel eerst. Ik ga ook naar deze. Ja, pas op! Oh my days. Oh, ja, ik moet weg. There's no other way. Max heeft me al één keer geraakt met de arrow. Ik moet in shift, moet ik gaan wegminen hier. I got to. Kut, ik heb mijn eigen niet meegenomen. Ik ga via de ladder nu naar beneden. Blijf shift, hè? You know? Ik niet. Ja. Ik heb hem al de beter aan deze kant dan. Ik vertrouw er echt gereed van hier. Oké. Ik zit de deur te knieperen. Oké, Roy, wat is je plan? Ben je bij hem? Oh, hij had ook een ding is naar beneden. Hé, maar... Waar is ze? Ik ben echt een beetje de weg kwijt. Oh, zijn tag. Ik zie zijn tag. Die is echt heel ver onder de grond. Reno, naast hem. Hij komt de trap op, Reno. Maar waar is Roy hier? Bij me. Waar is Roy hier? Hij heeft jou gezien, Reno. Hij heeft jou gezien. Dit is echt waarschijnlijk heel dom wat ik nu ga doen. But I got to. Zou ik achter hem aangaan? Reno, ik kom jouw kant op. Ik ga achter hem aan. We zitten helemaal aan de grond. Oké, ik ben hier ook bij een ingang. Hij rent onder de grond. Hij rende deze trap af bij hem. Okay, hij heeft lava neergelegd. Hij is echt aan het vliegen. Hij is echt aan het rennen nu. Waar ben jij? Helemaal ondergrond. Ja. Waar is die pot? We zijn er net ingekomen, toch? Ja, hij is waarschijnlijk hier. Ja, hij is echt ziek. Ga rennen, maat. Oh, alright. Drie bookshells. Heb ik sugarcanes? Heb ik serieus maar één sugarcane meegenomen? Oh, in alle paniek. In alle paniek heb ik maar één sugarcane meegenomen. Heb ik geen nieuwe? Nee, mijn god. Oh, mijn god. Oh my days. Nou, hij is er een stripline in. Oh, hij is daar helemaal in. Ja. Gaan we er ook in, Max? Ik ga maar vast. Hij kan hier nooit zo snel weg zijn. Vooral jammer dat mijn trap gewoon niet heeft gewerkt. Zo jammer. Oh, maar deze kan ik ook nog wel gebruiken. Oh.
Er moet iemand bovengronds blijven. Ja, ik blijf hier. Heeft die ondergronds ook een hele base? Hij heeft helemaal gebouwd hier overal, hè? Hij heeft een hele base hier. Heeft hij iets wat ik kan gebruiken voor mogelijk een trappie, spaghetti? Holy shit, man. Even kijken, hoor. We zijn echt veel te vroeg voor hem, denk ik. Ik ga wel gewoon terug omhoog. Kijken wat ik kan vinden. Hij heeft sowieso meerdere stressplannen. Stressplekken waar hij heen kan als hij strest. Oké, ik blijf gewoon in shift wegminen. Ik moet gewoon ergens helemaal opnieuw beginnen. Oké, Reno, anders gaan wij gewoon shiften ergens hier in de buurt. Wachten we het even een tijdje tot hij terugkomt bij zijn base. Kijken of hij misschien omhoog komt. En dan, Dan sowieso naar zijn base toe, denk ik, hoor. Ja, dat is, als zijn spullen zijn, natuurlijk wil hij naar zijn base. Dat kan hij niet zo snel achterlaten. Ik ben in ieder geval blij dat ik al mijn meat heb meegenomen. Ik moet nu gewoon aan het positieve denken. Ik ben blij dat ik al mijn gold heb. Ik ben blij dat ik mijn diamonds heb. Dat is vooral het aller chillste. Dat ze die niet hebben gevonden. Dat is echt stom van ze. Ik ben nu ook echt benieuwd naar hun POV. Oké, Reno, blijf jij hier of blijf ik hier? En één die moet even de gebied om... rondkammen. Dat hij niet hier rechts omhoog komt. Ik ga wel kammen. Ja maar kammen. Ook voor... Ja, je snapt waarom. Oké. Dat ga ik ook wel. Hé, hey, we kunnen niet terug. En ja, ik ga ze niet challengen. Zij moeten mij zien te killen, jongens. Dus ik hoop dat jullie dat ook begrijpen, dat ik niet de fight met ze aanga. Het is 2v1. Ik heb nog helemaal geen enchanted shit. Helemaal niks. Dus ja, dan kan ik wel dapper gaan doen, maar dat schiet allemaal niet op. Dit maakt zoveel goed. Oh, dit maakt zoveel goed. Oh, maar deze. Echt, kijk mijn hand ook, hè. Helemaal aan het shaken als een gek gewoon. Oh, dit maakt zoveel goed. Dit maakt echt zoveel goed. Ik ga dat nog even afsluiten ook. Like that. Alright. Here we go. 4 diamonds, sowieso al. Oké. Ik zit nu sowieso heel diep onder de grond. Dat is één ding wat zeker is. Ik zit denk nu wel zo diep onder de grond dat die gasten geen name tags vanaf boven kunnen zien. Dat is een voordeel. Ja, hij is nu ergens omhoog aan het bouwen. En dat is, ja, of, hij is gewoon, dit laat hij gewoon liggen, denk ik. Dit laat hij liggen. Heeft hij nog loot liggen dan? Want dat hebben jullie gecheckt. Ja, er ligt alles. Alles ja, maar het is wel vervangbare dingen, hoor. Er lag geen specifiek ijzer of goud. Nee. Of, ja, goud geen ook. Diamonds. Geen goud. Diamonds en poep, sorry. Nee. Er lag echt alleen gewoon... Heel veel stuff wat hij allemaal heeft weggehakt. En... Dan denk ik dat hij niet meer terugkomt. Mijn volgende basis moet nog dieper onder de grond. Dat is echt een learning die ik sowieso heb. Ik ben hier nu een beetje de possibilities aan het checken of ik hier even kan settelen voor nu. Ik denk dat ik dat moet doen. Ik ga gewoon die cave in. Ik ga ook de cave in. We gaan het gewoon... wie was dat? Zo, ik schrik me dood. Dat was van mij. Oké, we gaan gewoon alles een beetje onderzoeken. Wat hij allemaal mogelijk heeft kunnen doen hier. Ja, jongens, we gaan gewoon opnieuw settelen. Ik mag gewoon blij zijn dat ik niet dood ben. Oh, mag ik daar blij mee zijn? Ik nam echt één big risk. Want Max begon te schieten met een boog op mij. Hij hitte me ook nog. Maar ik viel gelukkig niet te pletter. Hey, weer een nieuwe cave, volgens mij. Ja. Hey, man. I don't like you there. Ja, trouwens wel. Ja, goeie. Daar kan ik wel aan. There you go. Alright, laten we hier dan nog iets verder gaan. En dan maar even iets uitgraven. Een klein ondergronds beestje. We kunnen wel een mooie farm maken. Ik heb wel veel seeds. Ik heb de potatoes. Ja, dat is ook heel nice. En ik heb 1 sugarcane. Gelukkig heb ik er 1. Alright, gelukkig heb ik er 1. Ik kan nu wel mijn enchantment room ook maken. En zo door die diamonds die ik heb gevonden. Die had ik anders ook niet gevonden als ik mijn base moest verlaten. Dus ik kom al steeds meer in die vibe van positief denken. Het enige wat ik gewoon echt jammer vind. Is dat niemand is gevallen voor mijn trap. Ik heb het geprobeerd. Ik heb de play geprobeerd die ik wilde doen. Het ging helemaal precies zoals ik het wilde. Dat nog erger is als ik zelf de platter viel bijvoorbeeld. Maar dat gebeurde niet. Ja, Reno was volgens mij. Die was slim. Die ging niet zomaar blindelings achter me aan. Ja, ik ben alle kanten op aan het gaan. Ja. Die mogelijk iets kunnen betekenen. We gaan hier even iets uitgraven. Ik weet niet waar ik nu ben. Tenminste, ik weet niet wat er boven mij nu is. You know. Maar er moet een begin gemaakt worden aan weer... Opnieuw beginnen. Diamonds. Hey, ik heb diamonds gevonden. Nice. Ook echt veel. Nou, dat is hier in ieder geval niet geweest. Oké, laten we eerst ovens plaatsen. Want we hebben veel gevonden. Ik ben zo blij. Ja, dat is echt het belangrijkste. Ik heb wel echt slimme dingen meegenomen. Daar kunnen we niet omheen. Ik heb gewoon echt slimme dingen meegenomen. Waardoor ik... Je hebt sticks bijvoorbeeld en zo. Wel weinig hout. Oeh, ik had meer verwacht. Maar ja, in ieder geval shit. Waardoor ik nu wel opnieuw kan beginnen überhaupt. Hè? Ik had ook echt... terrible dingen op dat moment bij me kunnen hebben. Dan was ik nu echt de lul geweest. Een dubbele chest gaan we nodig hebben. En dan is het al bijna einde hout. That's the thing. Waar gaan we die chest neerzetten? Die chest gaan wij... Wat? Hoe kan dat dan? Hè? Ah! Nu werkt het wel. Oké, laten we alles er even ingooien. Behalve... Punk. 8 furnaces. Tonk, 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 tonk. Willen we er meer van hebben? Hey, no worries, guys. We gaan er weer bovenop komen, oké? We gaan er weer bovenop komen, trust me. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee! Ik wist het! Die gooien we daar even in.
Oh, moet hij wel kool in natuurlijk. Oh, heb ik zo weinig kool? Oh, like one it. Damn boy. Daar gaan je diamonds. Oh, het is leuk om lekker te stoken. Heerlijk, 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 heerlijk. Like this. Maar ja, diamonds sowieso. Ik ga niet dat soort dingen bij me houden. Dat zou echt zo dom zijn. Ja, building stones. Kom op. Blijf positief denken. Blijf positief denken. Focus je op de dingen die je wel hebt meegenomen. Alright, come on. I can do it. I can do it. Farm. Farm. Priority number one. We hebben hout nodig. We hebben nog steeds de ladder nodig. We moeten die sugarcane ZSM gaan plaatsen. Ja, dat is iets wat ik nu wel al kan doen. Laten we hier dan even een ruimte daarvoor maken. Even snel. Oké, laten we nu sowieso een infinite waterpool maken. Want ik heb jullie dat zien zeggen in de reacties. Hoe het moet. Het kan dus wel, alleen je moet het met drie blokjes doen. Links water, rechts water en de middelste is dan infinite. Zo zou het moeten zijn. Dus dat gaan we zeker weten proberen. Ik weet namelijk niet of het dus echt zo is, maar het is het proberen waard. Right? Het is het proberen waard. Oké, ja, hout gaat straks wel echt een issue worden. Dus we moeten sowieso op een gegeven moment toch weer ondergronds gekozen, ja? Jazeker. Je kan toch niet mij nu al zien? Ik weet niet dat ze me nu alweer zien. Dat meen je gewoon niet. No way, Ido jongen. Echt een good timing om dit, zoiets als dit nu tegen mij te zeggen. Want nu weet ik het serieus niet. Vorige keer dacht ik ook dat ze bluften. Van, zit je lekker eronderin of zo? Wat zei je daar ook alweer? Iets in die richting. En toen zaten ze ook echt. Zo. Kalo Ido. Oké, ja, ik vind wel veel shit wat ik nodig heb. Dat is wel echt really nice. Legit. Ja, ik ga nu ook gewoon shiften, hè. Want ik gewoon echt denk dat hij in de buurt is. Maar ik, dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat hij serieus nu alweer in de buurt is? Dat kan toch niet? Ik ga toch twijfelen. What the hell? 3 creepers of zo. Oké, zorg dat ze niet daar in de buurt opblazen. Dan zijn we spullen. Oh, maar deze. Wel weg. Tot ziens. Alright, ja, ik moet hier wel even iets nu doen. I gotta do something. Dus ik vind het wel erg grappig dat ze de hele dood gaan, joh. Wat een sukkels. Oké. Toortjes eventjes. Donk, donk, donk. Genoeg licht moet er namelijk zijn. Ugly as hell wat ik hier nu maak, but you know. Oké, en dan die. En dan zo. Yes! Oké, die kan in ieder geval groeien. Nou, in the meanwhile dat ik ga wachten tot deze sugarcane gaat groeien, wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken naar deze opgejaagde video. Ze hebben me gevonden. Ik moet dat nog steeds eventjes verwerken, denk ik. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Laat vooral tips achter hier beneden in de reacties, want ik kan jullie tips nu echt, echt gebruiken. In ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken naar deze opgejaagde aflevering. Wees je de volgende keer zeker weten weer bij. Druk eventjes op die abonneerknop en tegelijkertijd ook op het belletje. Dan krijg je een melding als er weer een nieuwe opgejaagde video online komt. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je hopelijk de volgende keer weer terug. Bij Minecraft opgejaagd #4. Tot de volgende keer. Later.